Je ziet er niks meer op, maar het, de competitie blijft wel lekker spannend zo. <laughs> ja, nee, dan hebben je het uh, wel aan het uh, juiste eind. Wat, lag, wat gaf vandaag de doorslag? Nou ja, ik denk dat het breekpunt is geweest dat wij uh, onze aanvoerder snel moesten wisselen. Dat was wel een aardelating. Ja, dat denk ik wel. Uh, we hadden het goed voor elkaar. Uh, door een, door een, uh, ja, eigenlijk een dubieuze fout dat we instapten aan de zijkant waar je eigenlijk gewoon voor je moet houden. En dat is nog ook je ervaren speler. Dan verwacht je dat hij daarin slim is. Ja, dat gebeurt niet. Ja, en de eerste beste voorzet die ze maken is gelijk een goal. Ja, verder zijn ze niet voor de goal geweest. Uh, ik vind ze volgende echt, uh, echt fysiek sterk. Dat zijn jullie ook. Nou, ik denk dat wij voetballend veel beter zijn. Alleen op dit veld is schandalig dat de wedstrijd op deze omstandigheden gespeeld moet worden. Maar... Uh, ja, goed. Daarom, zoals hij denk ik, heel veel punten thuis halen. Het is alleen maar lange ballen en, uh, en gauw thuis. Ja, je hebt ook een fenomenale spits. En uh, die, die houdt ook de hele achterhoede bezig. Maar desalniettemin moet ik ook eerlijk bekennen dat wij gewoon vier spelers hebben gehad die hun niveau niet gehaald hebben. En daarentegen uh, ja, vond ik eigenlijk een gelijkspel terecht. Maar ja, nu krijgen we te weinig. Met welke intentie ging je deze wedstrijd in? Per se willen winnen of ook tevreden zijn met een gelijkspel? Ja. Nou, ik denk dat als je de wedstrijd gezien hebt. Uh, heb je gezien dat we alles hebben gedaan om te winnen? Ik vind ook dat er een donkerrode kaart had moeten ge gegeven worden. He, met die, uh, die nummer 2 van, van Sivolde. Die, die, die totaal de bal niet speelt. Hetzelfde geldt breekt hij zijn been. Dan denk ik van ja, wat ben je aan het doen, man? Weet je, maar ik vind het hier gezellig. Een leuke groep gasten van Sivolde. Niks, uh, niks... Veel publiek? Ja, dat ook. Maar dat is gewoon een, uh, niks te nadelen. Van, uh, kijk, ze hebben nu gewonnen. Weet je, bij ons kregen ze de deksel op de neus. Ze dachten al dat ze gewonnen hadden. Maar wij hebben een, wij hebben een ploeg, dit, dat geeft niet op. Alleen vandaag was het, uh, was het te weinig. Het komt ook een beetje misschien omdat. In deze competitie kan bijna iedereen van iedereen winnen. En details beslissen dan uh, uiteindelijk de wedstrijd. Nou ja, details. Ik heb weinig details gezien. Er uh, komt een voorzet. Mooi Die... oh, goal. Ja, het is, is een aardige voorzet. En uh, dat, dat daar in iemand staat hè, die op de juiste positie komt, ja daar is je daar eigenlijk gevaarlijk in. Maar ik heb alleen maar lange ballen gezien. Alleen maar lange ballen. Zo is Duitsland heel vaak kampioen geworden, hè? Wie? Duitsland? Duitsland met wereldkampioen. Engeland. Zo? Heb je een verkeerd WK gekeken? Heb je bij WK? Nee hoor. Ja, de laatste, maar in de vroegere tijden. Nou, we hebben nu over Duitsland van, uh, jij, van de laatste jaren, maar in het begin Duitsland was kampen een lauwe Zo, nou uh, dan moet je een translator halen, want ik hou niet zo van de Duitse uh, gebeuren. Dat weten ze bij FC Twente ook nog wel die tijd, maar... <laughs> Hoezo? Nee, ik heb het niet zo op Duitsers, dus uh, dat, dat heeft... Uh, met... Aan de grens hier, hè? dat weet je. Ja, dat weet ik. Ik heb zelf in de Lutte gewoond, dus uh, ja, ik weet wat het is. Nee, maar alle gekheid op een stokje, joh. We gaan gewoon door. Uh, we hebben alleen wat schade opgelopen. En uh, we moeten even kijken hoe dat met de rest van de jongens gaat. Maar wij zijn absoluut niet nokkenhout. We hebben gewoon. We staan gewoon bovenaan hoor. Jawel, maar wij hoeven geen kampioen te worden. Dat, uh, dat roept iedereen wel. Maar met deze jonge groep en selectie. <laughs> doen wij het gewoon fenomenaal al fantastisch goed. Ja. Jullie hoeven niet, maar als je in deze tijd van de competitie. bovenaan staat, dan ga je toch ook gewoon voor het kampioenschap. Ja, ja nou, dat is duidelijk. Uh, als je zo in deze fase. in de competitie al staat. Ja, dan, dan, dan moet je doordrukken. Alleen dat was vandaag even wat minder. Dus uh, nee, we, we gaan gewoon vrolijk door.